Een avondklok betekent dus ook dat de supermarkten en andere levensmiddelenwinkels die nu nog soms tot 10 uur open zijn, niet allemaal, een beperkt aantal winkels is open tot 10 uur, dat die uiteraard dan ook eerder moeten sluiten. En daarom roep ik ook iedereen op om wat vaker 's ochtends de boodschap te doen, want dan is het een stuk rustiger. Hoe komt dit nieuws aan? Ja, die komt hard aan als het van maandag dit ingaat. Het wordt gewoon echt enorm zwaar voor ons, denk ik. Omdat mensen die gaan toch wel naar de grote supermarkt. En wij moeten het vanavond hebben. En als wij avond dicht zijn, ja. Dan hebben we al helemaal niks meer. We hebben al 70% omzetverlies. En nu gaat het denk ik richting de 90. Heel jammer, ja. 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 Want ja, hij leeft er gewoon van, klaar. Heel simpel. En het is niet zo'n type wat steun gaat aanvragen en doen. Dus ja. En het is een harde werker. Dat zie ik elke dag. Ja, we hebben ook vaste lasten gaan ook door hier. We moeten ook betalen, elektriciteit, ja. Alle dingen. Ik heb ook een gezin met 3 kinderen. Alles gaat door. Wat koopt u nog wel eens, 's avonds? Wat koop ik nog? Ja, als ik melk vergeet of sigaretten voor mijn vriendin. Gaat u de avondwinkel missen dan? Nou, wel een beetje het leven eromheen, ja. Misschien van het woord night morning maken? Ja. Maar dan nog, dan moeten we onze prijzen aanpassen. We hebben andere prijzen dan wat je in de supermarkt. Wij kunnen ook niet die prijs van de supermarkt aanbieden, omdat zij grote aantallen kopen. Dat kunnen wij niet doen. Het gaat heel zwaar worden voor ons.